Ik sta hier vandaag bij Kluitmans voor het pand. Onze nieuwe auto laten gaan is er. En Adi, waarom hebben we hiervoor gekozen? Van alle luxe voorzien. Zoals je kan zien, heeft hij 2 stempelpoten aan de voorkant. Hoeveel meter mast heeft deze? Al die chauffeurs worden helemaal gek van V8, V8. Die kleinere autolaadkraan, zit de kraan opgevouwen. Kan dat met deze kraan ook? Ik sta hier vandaag bij Kluitmans voor het pand. En onze nieuwe autolaadkraan wordt hier binnen gemonteerd. Of althans, de onderwagen is er, de kraan wordt erop gezet. We gaan eens even kijken hoe dat er aan toe gaat. Onze nieuwe autolaadkraan is een 205 ton meter, effer, met een Scania onderwagen. En Adi, waarom hebben we hiervoor gekozen? Adi. Iets doen. Even. Er zit niemand, ziet je, die kan praten. Nee, ja, ik heb geen plan. Waarom hebben we ervoor gekozen? Mooi huisstabel, sterke kraan. Gaan ze vanuit mijn beeld? Hallo. Move it. Hier achter mij, achter ons, staat de opbouw. Hier aan de achterkant komt dus gewoon nog een ballastbakje op te staan. Het is heel raar om zo'n kraan kaal te zien. Van alle luxe voorzien. Als het goed is, zit hij hier. Koelkast. Wat een vlinderij, hè? En nog een dakraampje ook. Zoals je kan zien, heeft hij 2 stempelpoten aan de voorkant. Maar bij die 135 meter, hoeveel het er maar eentje heeft, is steeds alweer 2. Hoeveel meter mast heeft deze? Met het tweede jippie erbij zit op de 44 meter. Wat ik net te horen heb gekregen, hè? Dat is dus, al die chauffeurs worden helemaal gek van V8, V8. Maar waarom dus hier geen V8 motor in kan? Omdat die anders te zwaar is in verband met de kraan. Dit is de kraan. Hij staat eigenlijk op zijn stempels, op zijn voorstempels. De auto die wordt eronder gereden en dan... zo wordt hij eigenlijk gewoon gelijk gemonteerd, toch? Zo moet ik het zien. Ja, wordt het opgezet, vastgezet. Dit is de draaikans. Maar bijvoorbeeld bij die autolaadkranen, die kleinere autolaadkranen, zit de kraan opgevouwen. Kan dat met deze kraan ook? Ja. Dit is eigenlijk de grootste autolaadkraan die nog opgevouwen kan worden achter de cabine. Want grotere autolaadkranen moeten eigenlijk altijd over de bak heen liggen. Ja. De zwaarste opvouwbare kraan die ze hebben. Nice. Die jip en zo'n bakje, zo'n manbak. We'll be right back.
de vrachtwagen is onder de kraan gereden. Nu gaan ze die verder afmaken. Ja, voorlopig draait die nog niet, helaas. Nee, het gaat best wel snel. Ze verwachten hem over een maandje ongeveer anderhalf maand klaar te hebben. Dus die wordt verder afgemaakt. Even binnenkijken in de productie van onze autolaadkranen.